Welkom bij Klein. Ik heb vandaag een compacte camera bij me met buitengewoon grote capaciteiten, de Panasonic TZ60. Wat zit er allemaal in de verpakking? Laten we snel gaan kijken. Ik heb een zwarte meegenomen vandaag en een zilveren. Ik kies voor de zilveren om uit te pakken. Ik vind zwart zo standaard. Nou, er zit een cd'tje bij met wat software om de boel te kunnen bewerken. Keurig geprinte handleidingen en ook een aparte handleiding voor het koppelen van de wifi. Dat doen de meeste andere merken niet en dat is toch iets wat soms lastig kan zijn. Hier wordt het stap voor stap uitgelegd. USB-stekker, want hij laadt op via USB. Toppie, USB-kabel erbij natuurlijk. Accu-unit. Polskorkjes zodat de camera niet op de grond kan vallen. En natuurlijk het toestel zelf. Wauw, hij is wel chic. Ja, mooi ding. Dit is wat er in de doos zit. Wat kan die allemaal? Die Panasonic Lumix DMC TZ60. Waar blinkt die in uit? Waar onderscheidt die zich in? Nou, het is een compact camera. En er zijn er meer van, zal u misschien zeggen. Maar deze compact camera heeft iets wat bijna geen enkele andere compact camera heeft. Er zijn er maar een paar, en dan heb ik het over twee of drie, die hebben wat hij heeft. En dat is een zoeker. En die anderen die zoeker hebben, die hebben dan weer niet wat deze ook heeft. En dat is een lens met een bereik van 30 keer optische zoom. Camera waarmee je buiten, op vakantie, wanneer dan ook, lekker foto's kan maken met veel zoom. En dan toch kan zien wat je fotografeert, ondanks dat de zon op je schermpje schijnt, omdat je door de zoeker kan kijken. Daar is hij weer. Lang weg geweest, de zoeker is gelukkig weer terug. Unicum aan deze camera. Hij heeft een soort van grippy coating op het toestel zitten. Waardoor die lekker vasthoudt, een soort van rubberachtige laag die er overheen zit, zodat je hem goed stevig beethoudt. Het voelt echt vertrouwd om hem met één hand te gebruiken. Je hebt lekker veel handmatige instellingen, handmatige diafragma en sluiten voor keuze, belichting kan je helemaal corrigeren. Alles kan, net als op een spiegelreflex. Macro stand uiteraard. Die 30x zoom, achter die lens zit een beeldsensor, een CMOS met 18 megapixels. En die CMOS van Panasonic die zijn bizar goed. Met weinig licht doen die camera's het ontzettend goed. Waar andere merken vaak korrel en ruis gaan vertonen, deze camera alles super strak voor elkaar. Een lekker groot breedbeeld display achterop met een hoge resolutie, zodat je goed kan zien wat je op de foto zet. En wat ik al zei, als je het niet kan zien door de zon, dan pak je lekker die zoeker. Gewoon zoals vroeger, lekker stabiel tegen je oog zetten en foto's maken. Het objectiefje is niet zomaar een lensje. Panasonic heeft uitgepakt voor u. Panasonic heeft er een Leica lens op gezet. Leica maakt objectieven al langer dan de meeste merken camera's maken. Leica is de uitvinder van de compact camera, van het fotorolletje wat we altijd gebruikten. En Leica maakt zo'n beetje de mooiste lenzen die er zijn. Dit lensje zit in uw Panasonic TZ60 camera. Echt mooi.